Goed, voor oefening 15 probeer misschien eerst zelf die te maken. Dus op pagina 86. Goed, als dat gelukt is, dan gaan we even kijken naar de oplossingen. Voilà. Dus met een dergelijke tabel, het is de eerste keer dat we dat maken, we gaan daar nog op terugkeren. Krijg je in absolute aantallen de personen die aan twee kenmerken voldoen. Dus we gaan eerst opsplitsen horizontaal in bijziend, niet bijziend. En dan verticaal ook in de kenmerken die hier staan in verband met IQ. Dus zo kan je totalen berekenen. Totalen wat betreft bijziend over de drie categorieën van IQ. Niet bijziend, maar ook verticaal kan je totalen gaan berekenen. Dus bijvoorbeeld de mensen met IQ die kleiner hebben dan 80, zowel bijziend als niet bijziende. Hetzelfde voor de tweede en de derde kolom. Goed, op die manier kan je, en ik heb wat kleuren gestoken om dat daaruit te herkennen. Dat zou moeten lukken, denk ik, voor die vragen, als je ondertussen door hebt hoe die voorwaardelijke kans in elkaar zit. Terwijl bij hier de tweede vraag, zien we dus ook, net zoals bij het eerste eigenlijk, de kans op bijziend gegeven. IQ groter dan 128 of zonder die voorwaarden, dan bemerk je daar duidelijk een verschil in. Hetzelfde heb je hier, ook hier zit er een verschil in oplossing. Later gaan we zien dat dat niet zo hoeft te zijn. Dit zijn de oefeningen van de eerste reeks die we maken. Je kan altijd een keer proberen vooraleer te luisteren naar tips en de oplossingen te bekijken die ik nu zal geven. Bij oefening 49 zou moeten lukken, vraagt weinig tips denk ik. Dit is de oplossing. Voilà. Dan heb ik oefening 52. Bij oefening 52 heb je 5 vragen bij je meerkeuzetoets, 3 antwoordmogelijkheden. En daar herken je misschien een oefening van in van hoofdstuk 1. Goed, dus de oplossing toon ik nu. Je kunt het ook bekijken vanuit het probleem bij taalproblemen. Dus je hebt maar 1 gunstige als alles juist moet zijn. En dan heb je bij elke vraag 3 mogelijkheden. Dus onderaan heb je een herhalingsvariatie bovenaan 1. Dus 1 op 243. Voor minstens 4 vragen juist betekent 4 of 5. Dus de of vertaalt zich naar de plus. De 5 hebben we gehad. Wat betreft de 4 heb je de kansen dat die juist is, 1 op 3. Maar vergeet ook niet die 2 derden. Dus er moet 1 verkeerd zijn. Dus dat moet er echt bij. Je moet het echt opsplitsen naar de kans op 4 juiste. Plus dan de kans op 5 juiste. Oké. Dan nog over die 5. Dat gaat over de positie van die 4 juiste. En dan heb je daar een combinatie van 4 uit 5. Oké. Combinatie van 4 uit 5. Dus eerste positie. En dan heb je de individuele kansen. Bij 53, een tip. Het kan handig zijn om de uitkomstenverzameling te noteren. Dus met alle mogelijkheden die er zijn. Dat zijn er hier 4. Hè. En vanuit die uitkomstenverzameling te proberen een antwoord te zoeken. Ik denk dat dat de handigste manier is. Hier ga je dat misschien ook zo los kunnen. Maar stel dat je hier 3 of 4 kinderen hebt, dan kan het wel interessant zijn om echt de uitkomstenverzameling uit te schrijven, om daarop te redeneren, want dan heb je het al wat meer mogelijkheden natuurlijk. Dat is de oplossing. Dus met alles uitgeschreven, dan noem ik A, minstens 1 ervan een meisje, is 3, die 3 mogelijkheden. B, 2 dochters heb je 1 mogelijkheid. Dus wat hier staat is eigenlijk niet correct in de oplossingen. De kans op 2 dochters, want er staat hier geen voorwaarde bij. Moet werkelijk zijn de kans op B, dus de gebeurtenis B, 2 dochters, gegeven, minstens 1 ervan is een meisje. En dat antwoord is 1/3. Oké. 54 is dan een oefening die op dezelfde manier kan opgelost worden.
En dan hebben we 55, die vergelijkbaar is met oefening 15, dacht ik. Van daarnaast, ja, dus oefening 55 gelijk op 15. Goed, ik toon ze bij de oplossingen. Voilà, dat zijn de oplossingen. Dus de eerste drie zijn opgelost met behulp van de absolute aantallen, absolute frequenties. De laatste drie vragen met de relatieve frequenties. Dan misschien wel één iets dat ik op wil duiden. Dus let erop, de kans op BSO gegeven niet-Belg. Dus onderaan niet-Belg, de voorwaarde is hier niet-Belg. Dat is iets anders dan dat je de positie verandert van plaats, hè. Dus nog een keer op wijzen, de kans op A gegeven B is niet hetzelfde als de kans op B gegeven A. Dat volgt hieruit, onder andere bij de derde vraag heb je BSO echt onderaan staan en hier staat BSO en niet-Belg bovenaan. Oké, dus altijd na het streepje is het aantal die onderaan moet staan. Voilà, de rest zou moeten duidelijk zijn, denk ik. Ten slotte nog 57, ik denk dat het zou moeten lukken, eventueel als step, een Venn-diagram tekenen met A, B en de volledige uitkomstenverzameling kan helpen. Zeker bij vraag 4 denk ik, maar ook lukt het misschien volledig zonder te kijken naar een Venn-diagram. Ik toon nu de oplossing. Voilà. De andere oefeningen kan je ook gerust maken. De oplossingen kan je terugvinden met de code Fermat. Dan geef ik straks nog een woordje uitleg over, of in een volgende video, over tweede reeks oefeningen. Voilà.